ik moet een beetje zachtjes praten. Anders dan hoort ze me. Waarom heet ze tegen mijn praatje? Ik ben even met mijn oma naar de dokter geweest vanochtend. En nu gaan we nog heel even over de markt lopen. Want het is markt, dus dat vind ik zo leuk. Wow, het is warm. Het is echt heel erg lekker weer. Echt zonder jas weer. Ik was even met mijn oma dus naar de... Ik weet niet of het helemaal... Ik fluisterde het heel erg, want anders zegt ze... Wat? Wat is die? Wie heb je nou? Maar ik was even met mijn oma naar de dokter geweest. Want mijn ouders konden allebei niet, dus dan ben ik even met haar gegaan. En we zijn nog heel dus over de markt gewandeld. Over de markt gewandeld. En het was helemaal niks. Want het hobbelde te veel en van alles nog wat. Dus we zijn weer heel snel teruggegaan. En nu zit ze lekker te lunchen en zo. Ze was heel dankbaar. Ze zegt, wat moet ik jij nou geven hiervoor? Ik zeg, oh, maar je hoeft helemaal niks te geven. Ik doe het gewoon omdat ik je lief vind. En ze maakt zich overal zorgen over. Dat vind ik heel leuk aan mijn oma. Dat je zo... Oké, en toen viel mijn camera uit. Maar wat ik wilde zeggen... Mijn oma die maakt het net als iemand anders die oud is, volgens mij. Echt overal maakt ze zich zorgen over. Hey liefie, hallo. Maar ik zeg het overal zorgen over. Dus ik zeg op een deur, want dan staat in de wachtkamer en dan ging er maar door. Zitten we hier wel goed? De papieren en dit en dat. Op een deur zeg ik tegen oma. U maakt zich wel veel zorgen, hè, over van alles en nog wat. Zegt ze, ja. Ik zeg, of komt dat misschien omdat u heel oud bent? En toen zei ze, toen moest ze heel erg lachen. En toen zei ze, ik denk het. En dat vind ik heel erg leuk. Je kan nog zo grapjes met haar uithalen. En... dat ze zichzelf ook niet zo serieus neemt. Dus dat je gewoon kunt zeggen. Maar dat ze ook wel doorheeft dat ze zich wel meer zorgen maakt dan anderen. En dat ze ook denkt dat... Ja, ik weet niet. Ik vind het echt heel leuk dat ze zo is. En ook later hadden we het over de dokter. En ik zeg... Ja, je had wel een zachte stem, hè? Zegt ze, ja. En dan zeg ik... Net als ik. En dan moet ze keihard lachen. En dan zeggen ze ja. Alleen heeft ze ook wel door. Maar ze heeft dan meteen het grapje door. Dat vind ik heel leuk. Nou echt, dat lukt soms bij mijn ouders niet eens. Of überhaupt gewoon mijn vrienden of zo. Die hebben niet altijd door als het een grapje is. En zij ook wel eens niet. Maar zij heeft het echt heel vaak door. Dat is echt heel leuk. Ik kan echt heel erg met haar lachen. Nou goed, en bijna 100, hè? Nou, ik ben 5 minuten thuis en ik word ook weer aan het werk gezet. Lekker wandelen, lekker wandelen. Niet een hondje. Wij eens lekker een spelletje doen. Deze is eigenlijk veel te groot voor jou, hè? Eigenlijk veel te groot. Probeer het toch maar. Goed zo. Hey, dat is maar de helft. Ja, je vindt ook echt de andere helft nog. Oh, boefje. Oh, stop hem daar maar. Dan kan je hem morgen weer vinden. Dan gaat de andere hond er niet mee vandoor. Goed zo. Je weet morgen toch nog wel waar die zit, hè? Links vanaf die paardenbloem. 3 stappen. En toen waren we weer thuis. Film je altijd rechts? Hallo. Sifra snapt er niks van. Het duurde echt super lang voordat hij thuis kwam. En je moest daar vanaf blijven. Ja. Aanvallen, ons is thuis. Ik dacht echt serieus. Hoeveel meer kamertemperatuur moet dit komen? Nou, weet je wat de grap was? Sifra appte Hans. Ik heb 2 bordjes klaargezet. Nee, ga weer. Om nom nom weg. Was hij 2? Het was hij 1. Ja, lekker eten, dankjewel, schatje. Nou. Eerst een ei gebakken van het weekend en nu ga je zelfs weer koken. Dit is echt lang geleden dat je avondeten hebt gekookt. Dat ding in dit huis veranderd. Ja, echt serieus. Lang geleden dat je avondeten hebt gekookt. Maar ik vind het heel lekker uitzien. Ik was rond even lekker om af te doen. Ja. Op een manier, als je er niet, als het niet een nieuw gerecht is, zo werkt best wel scheef, een beetje bezig. Ik vind het heel lekker om te koken. Ja. Niet heel lekker. Deal, maar dit is heel lekker, tomaat mozzarella burger, die eten we heel vaak, maar die is echt heel lekker. We hebben die echt pas 2 maanden geleden ontdekt in het Albert Heijn vak, maar echt een pareltje onder de kipsnitzels. En courgette en aubergine gegrild denk ik en zoete aardappel gebakken. Die zoete aardappel lijkt me lekker. Hij is niet heel goed, hij is niet zo krokant. Oh, ik vind het wel. Ja? Met frietjes.
Heel lekker. Lekker dat je het hebt gekookt. Lekker een vol bord. Want ik ga zo naar Weetwarsen en dan ga ik wegen. Dus hè, laten we maar lekker ja, even dan ook flink poepen en dan... Ik ben wel net even al naar het toilet geweest. Oh, dan moet je straks nog een keer. Maar ik heb altijd met mijn moeder en dan zeggen we, nog even veel poepen hè. Ja, zo'n band hebben zij. Ik heb zo'n band niet met mijn moeder. Hey, hebben andere mensen ook zulke lelijke fles op tafel staan? Ik voel me zo... Ja, ik vind het ook heel lelijk. Ja, hoe noem je dat? Ik wil niet altijd zeggen, oh, dan zijn we de tokkies. Maar ja, we zijn echt met de tokkies, zeg maar, met zulke flessen. Oké, ik ben weer terug van Weetwarsjes. En ik dacht, ik werd al gelijk automatisch de neiging om niet meer te vertellen hoe het gaat als het slecht gaat. En niet omdat ik dat niet wil delen, dat vind ik wel zo fair. Maar gewoon omdat ik dan maar een beetje sipjes ben en dan denk ik er gewoon niet aan om te delen. Maar ik ben 6 ons aangekomen. En daar baalde ik best altijd wel, want mijn moeder, die gaat altijd bij me mee, die was ook precies 6 ons aangekomen. Maar die had de hele week echt waar. Ze zei dat ze even chocola op had, ze had een bossenbol op, ze was aan het eten geweest, nog een taartstuk op, ze heeft van alles gegeten. En ik heb afgelopen week, nou ja, ik heb niet heel goed gegeten, maar ik heb wel een beetje opgelet. Niet heel veel gesnackt of zo zoals zij. En dan ben ik ook, en ik sport nog 3-4 keer per week. En ik ben wel 6 ons erbij, dus daar baal ik een beetje van. Maar ik voel het al wel. Maar ik dacht 2 of 3 ons erbij of zo, maar hier baal ik wel van. Siffa, ja? Er liggen koekjes van ze klaar, er staat drinken van ze klaar. En de film staat al op de laptop. We wachten alleen nog op de laptop. Update, ik ben klaar met werken. En als jij wilt doorwerken, prima, dan kan je dat maar boven doen. Maar dan heb ik vast de laptop, kan ik vast de film kijken. We hebben met elkaar afgesproken dat we nu echt... om 11 uur naar bed gaan. En dat is heel moeilijk, vinden we dat. Want inmiddels is het alweer 9:45. Ik vind dat jij soms weer tegen de vlogcamera praat. Dat is echt heel grappig. Hoe jij tegen mijn oma praat, dat dacht ik gisteren ook. Hoe jij praat is echt de manier hoe je tegen mijn oma praat. Alleen dan nog een tikje harder tegen mijn oma. En ook de kleedkamer. Ik weet niet zo goed wat en ik... En dat vinden we heel moeilijk. Dat is echt alsof je tegen mijn oma praat. Ik denk dat het op een bepaalde manier een beetje een theatrale manier van praten is. Een beetje meer benadrukkend praten. En bij oma moet dat, omdat die niet het... Als ik zeg auto, dan verstaat ze boot, zeg maar. Dus dan moet dat. Maar voor de vlog is dat meer om een beetje... Om een beetje drama erin brengen, hè. Probeer het... Praat ik ook zo tegen mijn oma als tegen de vlogcamera niet, toch? Nee, Siffa, die is heel grappig. Die is... Nee, oké. Okay. Ja, dat is heel grappig. Dit is zo grappig. Zo grappig dat we het er nu niet over gaan hebben en dan meteen gaan slapen. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je een leuke vlog vond. Anders we gaan vertellen dat ik vervelend praat. Nee hoor. Ik ga al naar logopedie. Niet zeggen. Oké, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je een leuke vlog vond. Geef me niet een thumbs up te geven. En dan zien we je morgen weer. Doeg!